Yo, kijkers van Online Kids, van harte kijken we terug bij een gelukkige nieuwe aflevering van Forza Horizon 4. Goed jongens, we gaan lekker verder waar wij gisteren waren gebleken. Dus dat komt weer helemaal goed. Perfect, ja. We hebben dit natuurlijk gisteren, hebben dit niet gehaald. Ik ben hierna meteen de volgende video aan het opnemen. Ik heb net eigenlijk de video van gisteren gemaakt en nu is die van vandaag. Dus ja, ik neem de twee achter elkaar op. Dus we gaan gewoon hiermee verder. We moeten behoorlijk wat punten, maar het lukt steeds niet. We moeten beat the skill sponge. Ja, ik ben van alles aan het doen. Go on, use your imagination. Just don't hit anything. Maar het lukt gewoon niet. En overal aan een toerrace rijden. Kijk, ik sta nu hier. Ik heb 1 minuut om 25.000 punten te halen. Dus ik geef volop gas. La 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 la. Kijk, hebben we hier wat punten aan? 3.000. Nou, om dat een paar keer te gaan doen. Maar als je telkens 3.000 hebt. Kijk, we hebben nu 8.000. Dat ziet wel op. En nu hup, recht er tegenaan. Ah, kijk, nu kunnen we het misschien wel gaan halen. Hup. En door karren. En dan de volop. Kijk. 1 à 20.000. Nu komen we het dus met de mensen ergens. Hier zo, er weer op. Of ik het überhaupt ga halen. Chapter complete, hè. Ik heb hem volledig voltooid. 26.000, en dat werd tijd. Dus eigenlijk dus die van gisteren. Ik ga in ieder geval meteen door. En dan ga ik er nog eentje doen. Dat is ook mijn punten. Dus. Nou, pakken we de volgende. Ik wil proberen om deze week af te hebben. Ik moet er nu nog 4. Look, you've got mad skills, no question. But this kind of driving really comes down to 3 things: spoiler, suspension and grip. So, I'm gonna give you a go in my event. Misschien gaat deze een stuk makkelijker. Yeah, so does my nan. Forest road is really nice this time of year. 25.000 skill points. Dus dat is met punt en je moet ergens naartoe racen. Oké. Kijk, hij geeft al behoorlijk wat punten aan. Want te snel, daar krijg je ook wat punten voor. Ik ben er fucking herrie uit. Zo irritant dan. Hier moeten we, ik denk dat ik ook moet jumpen. Dat zou wel heel mooi zijn om een flinke jump te pakken.
we gewoon glas door hierheen. Ja, 9000, dat is niet zo. Waarom zegt hij terug? Misschien de jump in het water zal vet zijn. Nope. Ik heb wel 31.000 in één keer. Hoe kom ik aan zoveel punten? Oké. 31.950. Dat betekent dat hij voltooid is. En wat voltooid is, dat is voltooid. We hebben er al twee gedaan. Nou, als het zo doorgaat, dan... Ja, officieel moeten nog drie. Hop, klaar, mooi. Hoppa, doorgaan. Gaan we de volgende doen. Dus uiteraard ook met punten. Skill GP. Remember when I made a big deal about the Scout being the best off-roader ever made? I think I might have found something even better. 2016 Jeep Trailcat. Stiffened suspension, full roll cage, and get a load of those fat wheels. Ugh, I can't decide. Will you take it out and help me pick a favorite? Kijk, ze zitten in onze jeep. Beat the skills, dus we moeten hier blijven. Laten we even kijken of er ergens een goede jumpercours is. Er is wel een weg. Oh, maar we kunnen gewoon zo dwars doorheen rijden dat we overhoorlijk wat punten. Zie je? Als we nou gewoon zo door blijven knallen. Blijven doorrijden. Hoppa, een beetje rondjes draaien. 11.000. Hij telt op. Laten we gaan. Gaat hij niet meer verder? 52 zegt hij. 53 hebben we nu. Kom, laat weer wat punten zien. Juist. Niet er tegenaan. Geen off-road. Dat doen we. Ik wil best wel een keer twee sterren hebben. Kijk, dit zijn pas punten waar je voor moet gaan. Ik weet helemaal niet waar ik in de land ben. Kijk, dit is een goeie. Dat was een ontzettende goeie. Hier komen bomen aan. Die gaan we even ontwijken. Daar, dan ga ik deze kant uit. Dan ga ik nu deze kant.
draaien we een beetje terug. En racen we een beetje bij deze kant uit. Kan ik makkelijk door in 54 keer vonden daarna. Want we hebben even dubbel haar. Kijk! Zonder in één keer stil. Mij 108.000 punten. Nice. Dat is mooi. Right. Chapter is compleet. Goed. Nu gaan we verder. That's a weight off my mind. I couldn't have done it without you. Cheers. Oké. Okay. 50.000 erbij. Dat is lekker. We moeten er nog 2. Misschien kan ik ze allebei gaan. Die is 7.500. En die is 25. Dat zou mooi zijn als we... Ja, als hij iets langer duurt, dan maakt niet zo heel veel uit. Dan hebben we gewoon 5 vandaag gedaan. Dat is dus de helft al gedaan. In één klap. Dodge this. Sealed roads, motorways, hard surface speed and agility. And this time, die is flink wat gas geven. My Viper GTS ACR. It's street legal. We rijden al op de snelweg, zie ik. We staan op de snelweg. Seriously wicked video. I mean, if that's okay with you. Let me worry about the view count. You just do your thing. Beat the skills. En dat betekent volop gas rechtdoor. Nergens tegenaan knallen. Hardkappertje. Dat heb ik dus nodig. Dat ze niet tegen de rand aan knallen, maar gewoon recht doorgaan. Iedereen voorbij gaan. 200 km per uur. Gaan. Dat moeten we dus niet doen, oké. Nu focus op recht doorgaan. Hoe wat je gelukt, jongen. Laten we links gaan rijden. Want dan zie ik de auto's op me afkomen. Ja. Laten we dat niet doen. Even een stukje terug. Kijk zo. Er komt een rotonde aan. Dat is niet echt handig. Dan gaan we het anders doen. Ook op deze kant. En proberen we niet op de rem te drukken. Maar echt gewoon vol gas gaan geven. Als een idioot. Om 200 km per uur te racen eigenlijk. Hier had je geluk. Ja, kijk. Dat je een klein stukje aantikt is niet erg. Maar niet er volop te tegenaan gaat, zeg maar. Daar komt de auto daar. Ja, hier moet je wel van wanneer die bocht in gaat. Oeh, dat is jammer.
Had ik niet gezien. Na deze auto gaan we naar links. En dan weer naar rechts. Ja, nou, kan maar door, Karra. Terug naar die 200. Proberen. We hebben nog maar 2 minuten de tijd. Daar is het einde al. Gaan we door. 1,5 minuut nog om naar de andere kant te racen. Door het midden gaan hier. Een beetje die bocht. Niet al te veel. Niet al te veel slippen. Nou gaat hij goed. Ik wil een beetje in het midden te rijden, dat ik ze een beetje kan ontwijken. Als het moet. Oeh, we hebben 22.000. Het heeft geen zin om... ...150. Pak die snelheid nog weer door. Daar komt een rotonde aan. Moeten we proberen om rechtdoor te kunnen. Ik heb maar liefst 22.000. Dat is... Ja, ik vind dat ik het wel goed heb gedaan. Maar het is niet goed. Goed genoeg. Je weer 2120 punten tekort. Ik ga het nog één keer proberen, jongens. Dan doen we die andere de volgende keer. Donderdag. Ik ga eerst heel even kijken hoe de... Dit is de rotonde en hier heb je een hele lange snelweg. Ik heb nog ergens. En hier heb je een snelweg. En dat was het wel. Ik kan tot hier van die eerste rotonde naar die racen. En dat probeer je om geen fouten te maken. Laten we in het midden. Eerst 100 punten. Dus ik moet even opstarten. En dan zitten we. En dan is hier voorbij. Waar rijdt hij? Hij rijdt daar. Kijk, dat bedoel je. Dat moeten we niet doen. Dan moeten we gewoon. Zo. Kijk, vanaf hier kan ik ze niet zien omdat ik te snel ga. Kijk, nu pas zie ik die blauwe, nu zie ik pas die. En dat moet eigenlijk niet. Die zie ik. Daar rijdt er ook één. Daar rijdt er één. Hier één. Hier is er ook één, zie ik. Hier twee. Daar rijdt een rode. Daar rijdt er één, daar rijdt er één, daar rijdt er één. Daar rijdt er één.
Oké. 7,5. 3 minuten de tijd. Volop gas, geen fout maken. Alleen ik moet links rijden. Dus hup. En karma dat ding. En een beetje in het midden kijken. Hier links voorbij. Rechts voorbij. Links hier voorbij. Beetje die bocht uit. En opvoeren dat ding. Kijk, die gaat 500 punten, 700. Hoppa. Die ram ik. Dat was een stukje terugspoed. Hier ging het een beetje fout. Ik zag die bocht te laat aankomen. Oké. Nou gaat het goed. Die kan. Kijk! Je hoeft nog niet te remmen. Als je gewoon een klein stuk, niet al te veel, maar echt gewoon klein stukjes naar voren een beetje rijdt, dan hoef je die rem nog niet te gebruiken. Hij kan niet harder dan 195. Zelfs remmen. Nieuwe stukken. En dadelijk rem ik en slip ik. Als ik gek. Als die tunnel voorbij zijn. Kijk, geef die punten nog op, hè. Die kant uit. 21.000, we hebben hem gehaald, jongens. Dan probeer ik die rotonde rechtdoor te racen. Daar nog een klein stukje snelweg. Dan pakken we die mee. Als dat nodig is. Oeh. Maar race er gewoon langs, hè. Niet remmen, nergens voor nodig. Klein stukje, klein stukje. Deze bocht die is wat vervelend hoor. Die is iets scherper dan aan de andere kant. Dus ik moet hem zo doen, zo. En nou meegaan. Dan is er niets aan de hand. Hier is er voorbij. Hier is er voorbij. Rotonde rechtdoor is daar. Rechtdoor gaan. Dan rijden we zo. Rijden we zo. Rijden we gewoon rechtdoor. Hoppatee. De laatste 5 seconden ga ik vol opruimen. En dan ga ik draaien hier. En we staan stil. 52.000 telt die van mij. Goed, maar ik ga het ook hier bladeren. We zijn 25 minuten. De laatste die doen we donderdag. Ja? Dus ik vind het mooi voor vandaag. Goed. Ik ga het in ieder geval eens bedaard, jongens. Donderdag gaan we dus de laatste doen. En dan moeten we zien wat we daarna gaan doen. Dan is er nog maar één race over. En dat is deze.
Dan zit het er waarschijnlijk op. Dan moet ik kijken van een nieuwe serie. Oh. Vanaf zondag een informatievideo. Heel belangrijke informatievideo. De nieuwe serie van de komende week. Dus hou dat in ieder geval ook goed in de gaten. Zondag zal gewoon nu of twee komen. Ik weet niet precies hoe laat. Of ik ga dan überhaupt wel die zondag thuis ben. Dat weet ik niet precies. Maar goed, dus dat zien we elkaar nog wel. Wij zien elkaar in ieder geval donderdag. Kom weer terug. Zelfde tijdstip als vandaag. Dus hopelijk zijn jullie echt donderdag echt open. Goed kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot donderdag dan maar weer, jongens. Mazzel!